Hallo, vandaag behandelen we een hele belangrijke vraag. Waarom gaat het eten alsnog naar de maag als je ondersteboven hangt en iets eet? De boterham die Colin ondersteboven heeft gegeten, komt toch in zijn maag terecht. Dit komt door de peristaltiek van de slokdarm. De spieren in de wand van de slokdarm veroorzaken een peristaltische beweging. Maar hoe werkt dit nu eigenlijk? Laten we dit uitleggen aan de hand van dit simpel model. Dit is de slokdarm van Colin. Deze appel stelt het voedselbrokje voor. De peristaltische beweging in de slokdarm wordt veroorzaakt door de werking van twee typen spieren. De kringspieren en lengtespieren. De kringspieren zijn hier rood en de lengtespieren zwart. Zoals jullie weten zijn spieren, als ze zich ontspannen, lang en dun. Maar als ze zich samentrekken, worden ze korter en dikker. Door het samentrekken van spieren gaat het voedselbrokje dus omhoog. Naar de maag. Maar als je niet ondersteboven hangt, zoals Colin, dan gaat het natuurlijk gewoon omlaag naar de maag. Je begrijpt? De dikke en korte kringspier sluit de terugweg af van het voedselbrokje. Het voedselbrokje kan dus niet meer terug naar de mondholte van Colin. Als nu nou dan de kringspieren achter het voedselbrokje naar samentrekken en lengtespieren op de plaats van het voedselbrokje samentrekken, dan wordt het voedselbrokje richting de maag geduwd. Door goede samenwerking van de kring- en lengtespieren ontstaat er een soepele peristaltische beweging in de slokdarm, waardoor het voedsel zich richting de maag verplaatst. Deze peristaltische bewegingen vinden ook plaats in het maag-darmkanaal. Dus niet alleen maar in je slokdarm, maar ook in je maag en darmen. Laten we nu eens een filmpje gaan bekijken over deze bewegingen in de onderkant van je maag. Zo, nu hebben jullie gezien hoe mijn boterham in mijn maag is opgenomen. Nu maar hopen dat mijn boterham geen bacteriën bevat, zodat de peristaltische bewegingen in mijn maag en slokdarm zich niet om hoeven te keren en dat ik niet ga barven. Als bescherming van je lichaam tegen voedselvergiftiging kan dit hele proces worden omgedraaid. Dit gebeurt dus bijvoorbeeld als je te veel alcohol drinkt of bedorven voedsel eet. Je hele maaginhoud wordt dus dan met een grote kracht uitgestoten. Hopelijk vergeet je nu niet meer hoe de peristaltische beweging in het maag-darmkanaal geregeld is. Tot de volgende keer!